bijna. Ben je er klaar voor, jongen? Straks? Kan ik niet vertellen. Even de docu, jongen. Even de docu. Laatste stukje rijden. Goed ja. Eten van tevoren. Nom. Wat ben je aan het eten? Wat doe je aan? Je hoentje. Ken jij dat? Hiya! Hiya! Nou jongens, we staan aan de start. Welkom bij ons vlog. Ja, ben ik vergeten, hè? Oké, we staan aan het begin van de route. En mij, daar, die, ja, daar gaan we naar boven. En we gaan eigenlijk helemaal zo, denk ik ongeveer. En uiteindelijk, ik ga dan mijn camera even omdraaien, dan komen we daar ergens uit. Dat zal morgen zijn, denk ik. Dat is een start, jongens. Heel mooi. De eerste paar passen, jongen. Eerste kilometer zit erop. Goed. Nu al. Maar het is nu al mooi aan het zien. We gaan door, denk ik. Was dit of Apex? Ja. Ja.
zweet dus zo hard. Dit is waar ik gezeten. Free. Hero. Punt 1 van je limieten bereiken en doorgaan. Maar sorry alvast als je het ziet. Dit is 1800.
Sander, ben je klaar voor? Let's go, hè? Let's go. Geen hiking, volgens meer nu. Daar ben ik gewoon in pijl links. You good? Ja. Woehoe! Zo. Yep. Heb je gewoon gedaan. De meest catchy shit. Oh. 100%. Maar het mooie is dat teruggaan is ook geen optie. Ze moet wel. Je moet er nog omhoog. Sorry, joh. Ja, sorry. Ik ben bijna, Sander. Benen zijn op. Ja, goed. Dan gaan we doorzetten. Kom op. Kijk, wat mooi is dat. Sander, wat zie jij? Ik zie geluk. Hij bedoelt niet mij. Hij bedoelt... Dun, dun. Waar is die? Waar is die? Oh, daar. Tadaa! Dit is echt mijn favoriete uitzicht ooit. Nou, let's go. Laatste stukje. Onze kampeerplekjes. Nou, de tent is nu opgezet. We hebben een matig uitzicht. En daar gaan we morgen naartoe. Nee, een beter uitzicht kan ik me niet wensen. Dit is zo gaaf. Hartelijk. Ik heb... Wat is dit? Cashew nasi. Wordt genieten. Genieten. Toch, Thomas? Nou, ik heb wat anders. Patas. Hallo. Yeah. We zijn in ieder geval lekker aan het genieten. Dat sowieso. 100%. Tukkie.
is nu, welke dag is het? Zondag? Het is maandag. Dag 2. Gisteren was het nogal een behoorlijke tocht. Nou, bijna dood nu. Dus 10 uur gelopen. Of in ieder geval een aanbeveling van een of andere Vanessa daar bij de camping, vervent bergklimmen. Maar is het waard toen wij de heuvel overkwamen en het huisje achter ons zagen en wisten we kunnen hier kamperen. Dat was wel een opluchting. En vandaag gaan wij het moeilijkste stuk van inderdaad de 78 kilometer lopen. Dus we hebben er nu, laten we zeggen 69. Oh shit! 69, ik ben echt helemaal op nog van gisteren. Dus ja, veel energie, eten, drinken, veel tussenstoppen waarschijnlijk. We hebben maar 900 meter ongeveer zo naar boven te lopen, maar voor elke 300 meter die stijgt, moet je sowieso al een uur rekenen. Voor ons anderhalf uur waarschijnlijk. En het is 700 meter ongeveer. 900 meter zei ik net, 700 of 900 in ieder geval. Maar we gaan wel naar, ik weet de naam niet meer, Puerto, iets met poort in ieder geval, en die is daar. Dus we zien hem al wel. En vanaf dat punt zeg maar, gaan we weer naar beneden. Dus ik zal wat shots maken van de kaart. Ik ben benieuwd hoe dit gaat bevallen. Gezien ik vandaag al, ik sta gewoon dood op. Gisteren was ik echt vol energie. Ik denk niet dat het mentaal iets is, sowieso niet. Maar fysiek sowieso. Ja. Maar we gaan door. Tot het bittere einde. Ben je klaar voor, Sander? We moeten daar helemaal naar boven, hè? Ja. Komt goed. Here we go. Zweten, kon je zeggen. Dat moet ik echt zweten. Ik heb niet gedaan dit. Simp. Af en toe gesport, hè. Oh. De triceps. Push-downs. Dat is mooi met die stokken. De benen kan wat lasten. En je been zelf. En je gluten. Nee, alles eigenlijk wel. Conditie, dat soort dingen. Hey, lekker man. Het is vrij heftig. Met gewoon losse streken, even kijken. Een heel spoortje uit mensen lopen. Ik moet pauze nemen. It's catchy. Wow. Het is echt vlot. Thank you.
I can see. Oh, awesome. A lot faster. I wish I could go up that way. Go down, do you continue? Yes. Yeah. All the way to La Falla de las Flores. La Falla de las Flores. See. That's why we picked it. Alright, have fun. Yes, thanks, you too. Die voorsten. Is zonde. Thomas. Beetje tricky af en toe hier. Beetje glijden. Het gaat wel stevig. Dit is Spanje en dat is Frankrijk aan de andere kant, althans. Wacht even. Dat is Frankrijk. Dan gaan we naar beneden, Sander. Ik weet niet of het erop staat, maar nu wel. Lekker bezig, Pik. We kunnen weer. Verstopt achter een steen. Wie heeft er zin in? Van de overkant zien te komen.
vind het leuker. Zo inderdaad. Moeten we daar langs, serieus? I guess so. Top. Huh. Pak niet. Hè? Oh. From Torla to the refugee is yesterday, yes. Wow. So today, well, see how far we can get. But how long have you been hiking now? We started yesterday, but from Torla, but we took the bus to Ordesa. Ah, smart move. Yeah. Smart move. Okay. Have you walked across the Faca de las Flores? Yes. Oh. It's beautiful. Yeah. That thing. Yes. Just watching right now. That thing. Awesome. Also, it's pretty close already. It looks like pretty close, but so can be like 2 hours hiking. All right. But then it's like, yeah, going down is gonna be tough. Yeah. Thomas, je hebt ook zo'n matig uitzicht. Is echt kut dit. Now what the fuck? Den Haag is nog mooier. Heb je ooit zoiets gezien, ouwe? Dit jongens. Nu achterkomen. Maar ik denk dat die gewoon zo doorheen gaat ofzo. Of daar weer de boven, ik weet het. Er staat ook een torentje. Een soort van semi-dicht gekomen.
voel jij je? Oh. Echt natte krant. Same. Maar we hebben een wild kampeerplekje. Wacht even jongens. Dit is toch wel een lekker plekje, joh. Nou, hopen dat het niet keihard gaat stormen, want dan ben ik weer minder blij. Maar goed, dan ben je nergens blij waarschijnlijk. Dus, I guess it's time for tenties. Oké, bye. Was dit een beetje gek? Ja, we waren een klein beetje verdwaald, want we hadden een verkeerde route genomen. Dus we zaten in lichtelijke paniek, maar gelukkig was Thomas onze redder, want hij heeft met GPS heeft hij weer de juiste route gevonden. We zouden eigenlijk naar een van de supermooie klif gaan. La Paca de las Flores. Inderdaad. Dat is dus niet gelukt. Maar morgen gaan we er wel heen. Ondertussen zaten wij er helemaal doorheen, dus hebben we deze plek gekozen als campingspot. En ik ben niet ontevreden. No, dat zeker niet. Smaakt het? Het smaakt, jongen. Dankjewel. Ik bedoel... Dat is goed voor je. Ik ben een beetje moe, oké. Okay. We zitten hier lekker te eten. Mm-hmm. Staat hij er nog? Luc komt ons eventjes checken. We worden al de hele dag in de gaten gehouden door... Deze bitch. Nou ja, door een hele kudde eigenlijk. Van een stuk of. Hoeveel? 4, 5? Nee, die kudde was groot. Die hele kudde die was 20 of zo, nou. Ja. Dus je komt af en toe even langs om te checken. Goedemorgen. Ja, het valt mee. Ik denk elke keer, dit is het engste wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat is het nog niet. Maar het is wel mee. Thank you.
wel, maar... We zijn nu even aan het rusten. Zo meteen. Zitten we op dat pad. Ja, we volgen waar die mensen lopen. Dat gaat daar dan verder. Daar. Het hoekje om. Wel een mooi uitzicht. Maar laten we dat niet doen. Buongiorno. Hey, kijk, nog een campingplek. Erin. Maar belachelijk mooi. Hier dan. Climbing, like this, and move one, and move two. Oh, right, yeah. Okay. Or what I would say, 5-point climbing.
It's steep. Yeah. We zijn even aan het pauzeren, dit keer even om ons water te vullen, want we hebben niks meer. Yes, nu water vullen uit dit mooie lieve beekje, dat is een Life Straw. Of in ieder geval een van de... Ah. En we gaan straks naar de Fageta. Ja, en dat gaat. Het is nog iets hoger zo.
Ja, ik moet dat weer. Thomas, we zijn volgens mij voorbij de Villetta, zie je? Ja. We hebben het gehad, hopelijk. We hebben nog één klein stukje daar langs, denk ik. Het kan, maar voor de rest denk ik het ook. Daar waren moeilijk, moeilijk. Deze jongen weet het. Maar we zijn er voorbij. Een beetje op het andere stuk terecht gekomen. Iets simpeler, maar nog steeds heel ver naar beneden. Je was uit je per ongeluk. Massage. Oeh, nee. 5 euro. Oh, dat is ook wel goed, ja. Dit is het allerkutste wat ik ooit heb gedaan. Het mooiste, allermooiste. Ja, het mooiste, maar ook het allerkutste. Ah. Thank you.
waterval, denk ik. Ik vind het prima om te kijken of we daar een plekje kunnen vinden. Ja? Dat vind ik wel leuk. Het is ook alweer bijna 7:30. Nee, 7:30 geweest. Nou, hier een tentje, daar een tentje. Dat moet lukken toch? Ja, hier eentje. Ja. En, gaan we dat doen? Ja. Ik ben klaar. Ik ben helemaal klaar. Nou, we hebben vandaag een behoorlijke hike achter de rug. We zijn helemaal weer basis. Zeeniveau zou ik niet kunnen noemen, want er zit nog steeds op 1500 meter hoogte volgens mij. Maar we zijn ergens. En dit is het eerste plekje wat we tot nu toe hebben gezien waar we een beetje kunnen wassen. Dus dat gaan we nu doen. Lekker. Heel veel zie je niet meer.
verhaal van mijn buurman. Hey buur! Hoi! Goedemorgen. Vandaag een long stretch home. Niet meer zoveel moeilijkheden als het goed is. Ik denk dat ik op dit moment de engste dingen in mijn hele leven heb meegemaakt. Maar gelukkig zijn we hier. Dan gaan we verder vandaag. Kijken wat de dag ons brengt. We gaan hier. Volgende 10 kilometer. Peanut butter jelly time, peanut butter jelly time. Daar is La Vaca de las Flores. We zijn helemaal zo gelopen en toen zijn we ergens daar naar beneden. Ergens daar naar beneden gegaan. En het was me toch een pokkenend. We hebben paradise ontdekt, toch van me? Ja. Goed mal. Thomas, loop eens door. Omhoog hier 60. Thomas, kun je het wat doen? Ik heb het echt niet wel. Get off the road! Mooi. We zijn er bijna. Onderzet. Hey, ons pad is helemaal versperd. Nice. Zeg, hé, dat is mooi, hè? Licht! Licht! Zo, dit hebben we hier, licht. We zijn er bijna, jongen. Hey, Thomas! Bij het begin. Woehoe. Yes. Alright. Onderschat? Misschien. Maar we hebben wel gehad. Alright. Oké dan. Daar gaan we. Hoe voel je het nou? Moet echt zijn. Het waagt maar een paar dagen, maar het voelt alsof we inderdaad op. Ik voel alsof we weken weg zijn geweest. Dus daar gaan we. Daar gaan we. Dit is de brug. Daar gaan we. Gaan we naar de bovenkant. De laatste klim. Ja, tenminste. Ik ben zo naar het toilet ook meeteld. Fucking creepy shit. Maar wat gaan we gedaan? Ik ga eten, ruik je het ook? Ja. Yep. Hey. Goed zo, hè. Op dat nog een keer. Thank you.
probeer te vertellen namelijk. Ja. Dat we daar bovenop. Waar ik denk. Wow, die was best wel in de buurt. Ja. Ja, iets meer naar rechts. Ja, nog iets meer. Ja, nog iets meer. Ja, daar. Ja. Daar hebben wij gelopen. Ja, daar. En nu liggen we hier. Hey. Hoe vond jij het, Sander? Ik vond het heel tof wel. Maar... Nou, op zich, ik zou het echt, ik vind het echt wel tof. Ik vind het... Sowieso, alleen behalve die ene. Fajetta. Ja, Fajetta. Fajetta. Fajetta de Muertos, overlijdenskaart. Oké. Okay. Sander, zeg eens wat voor de kijkers thuis over je seksuele aantrekkingskracht. We zijn klaar. We zijn klaar. Ja, dat is